Hallo iedereen, welkom weer in een nieuwe video. Ik had wat boodschapjes nodig van de Action. Dus dan kan ik het nooit laten om alleen voor die dingetjes te kijken. En natuurlijk niet de hele winkel te bekijken. Dus dat heb ik wel gedaan. En ik heb een hele tas aan spulletjes geshopt. Dus het leek me heel erg leuk om weer eens een Action shoplog op te nemen voor jullie. Volgens mij is dat er best wel lange tijd geleden. Nou, het allereerste wat ik in mijn hand heb zijn deze sponsjes. Het zijn melamine. Het is een melamine power sponge. Spons bedoel ik. En het is een hele soort van speciale spons. Hij ziet er wat compacter uit dan degene die ik gewend ben. En hierop staat dat je met deze vlekken kan verwijderen. Zonder dat je hier echt speciaal schoonmaakspul voor moet gebruiken. En ik heb deze getipt gekregen van jullie via Instagram stories. Omdat Barry, mijn kat, gisteren tegen de muur heeft aangekotst. Met een haarbal. Dus kots op de muur, vlekken op de muur. Ik heb nog een paar vlekken erop zitten die ik er nog niet helemaal afkrijg. Dus ik kreeg deze sponsjes getipt om deze te gebruiken. Kijken of ik hier de allerlaatste vlekken mee afkrijg. Ik denk dat deze altijd al heel erg handig zijn in gebruik. Of ik deze nou ga gebruiken voor de muur. Want er zitten er meer in, namelijk 5 stuks. Dus deze kan ik echt voor alles gebruiken. En dit was ook echt helemaal niet duur. Namelijk maar 1 euro voor 5 stuks. Nou, om nog een beetje in het sponsthema te blijven. Ik heb ook deze sponsjes gekocht. Het zijn gewoon de normale afwassponsjes. Vind ik ook gewoon heel erg fijn om te gebruiken. 55 cent voor 10 stuks. Nou, ook voor in de keuken heb ik deze nieuwe garde gehaald. Ik vind dat dit er wel heel fancy uitziet. En deze garde is 1 euro. Weer lekker budgetproof Action prijsje. Oh, dit is trouwens ook wel heel leuk. Ik was een beetje bij de beauty en spulletjes afdeling aan het kijken. En toen kwam ik deze producten tegen van Autan. En voor mij was het echt meteen best wel een soort van nostalgisch gevoel. Want toen ik met Tara op Bali was, toen hadden wij hele fijne muggencrème gekocht daar. Die had een heel lekker geurtje, plakte niet, werkte ook echt gewoon heel erg goed. Want we werden bijna niet meer gestoken. En dat was ook van het merk Autan. En ik dacht echt van, nou, dit is misschien alleen maar in Indonesië of in Azië te koop. We hebben toen echt ook echt een voorraad ingeslagen, mee naar huis genomen. Omdat we hier thuis natuurlijk ook gewoon zat muggen hebben. Toen ik dus zag dat Autan producten verkochten, moest ik het gewoon hebben. En het leek mij natuurlijk ook wel heel erg makkelijk. Dus ik heb gekozen voor de Care Soft Spray. Dit is een afweermiddel tegen muggen. Als ik de dop eraf haal, is het eigenlijk gewoon dus een spray. En toen zag ik ook van hetzelfde merk, het heet Na de Beet. Onmiddellijke verlichting van de huid bij beten, prikken en steken. Met kamille en aloe vera. Het is gewoon een druk flacon aan de bovenkant. En dit is volgens mij een gel. En deze zijn super budgetproof bij Action. Want ik had nog heel eventjes gegoogeld van wat zijn het voor producten, is het wat. En toen zag ik dat ze op bol.com echt voor 3 of 4 keer zoveel worden aangeboden. Deze is 2,95 euro. En de gel, die is wel wat duurder. Deze is 3,80 euro. Nou, nog een beetje in het kader beauty. Ik heb deze geshopt, want we hadden echt geen douchegel meer. Deze lijkt me heel erg lekker. Dit is een Dove Relaxing Body Wash in de geur Jasmine Petals in Coconut Milk. Ruikt heel erg lekker. En deze was in de aanbieding. Volgens mij was deze 1 euro. Ja, 1,44 euro. Dus kunnen we weer heel eventjes mee vooruit. Wat daar altijd wel in de buurt zit, is natuurlijk het eten. Nou, daar ben ik natuurlijk wel even geslaagd nog. Ik heb deze zak met Maltesers meegenomen. Eigenlijk was ik op zoek naar een grote zak. Maar die hadden ze niet. Dus ze hadden alleen deze minis. Wat tegelijkertijd ook wel weer veilig is. Want dan kan ik echt maar met mezelf afspreken. Van je mag 1 zakje per keer. Anders eet ik echt zo'n hele zak gewoon in één keer op. Deze zak is 2,95 euro. En toen zag ik ook dat ze Skittles hadden. En daar zat ik de laatste tijd al over na te denken. Want ik hou van Skittles. Is alweer super lang geleden dat ik Skittles had genomen. Ze zitten verpakt in van deze doosjes. 4 doosjes. 1,89 euro. Ook bij eten vond ik deze flesjes San Pellegrino. Dat is een drankje die mijn vriend en ik heel erg lekker vonden. Ik zag deze liggen ineens dat ze die hadden. In de smaken limonata en Aranciata Rosso. Deze zijn 65 cent per stuk. En toen zagen wij ook nog super leuke energiedrankjes in hele toffe verpakkingen. Ik heb die eventjes laten staan. En toen zag ik ook nog deze. Die ik ook echt er geweldig uit vond zien. Ik weet niet zeker of ik dit lekker ga
gaan vinden. Maar ik was een beetje getriggerd door de verpakking. Want die is gewoon super cute. Dit is namelijk Candy Can Sparkling Bubblegum Zero Sugar. Dus het is een sparkling drankje zonder suiker in een bubblegum smaak. Ik heb ook best wel dorst op dit moment. Dus hij gaat gewoon open. Ik ben super benieuwd. Ik moet zeggen dat het zeker niet zo vies en chemisch zoet is als ik eigenlijk had verwacht. Milde prik wel, maar dan wel met een hintje bubbelgum, maar niet te chemisch en zoet. Ik zou dit oprecht nog een keer durven te kopen. En hij is maar 50 cent. Ik krijg zoals je kan zien best wel een groot blikje. Alright, ga ik verder naar het volgende. En dat is tapejes. Ik had normale plakband nodig, dus dat heb ik gekocht. Super fijn, dit zijn er weer 6. 55 cent voor 6 stuks. Dus dat is lekker. En onder het mond plakband heb ik ook nog nieuwe washi tapejes gekocht. Want die had ik ook nodig. En dit is een set van 5 verschillende washi tapejes. En ze hadden verschillende combinaties. En ik vond deze wel heel erg mooi. Er zit ook best wel wat tape op. Dit is dus een hele mooie roze met een gouden lijntjes erop. Die vind ik wel heel erg leuk. Dit is een witte met een goud patroontje erop. Ook super mooi. Dit is een rode met goud patroontje erop. Deze is ook wel heel erg Christmassy. Dus misschien dat ik die eigenlijk wel ga bewaren tot in de kersttijd. En hetzelfde met deze. Dit is een hele mooie metallic washi tape met rode glitters erin. Dus die is ook wel heel erg Christmassy. En dan de laatste. Die vind ik ook echt heel mooi. Dit is een hele mooie zilveren roze kleur. En die is helemaal bezet met allemaal glitters. Oh ja, wauw. Plakt echt super goed. Voelt super goed aan. Dus hier ben ik denk ik wel heel erg tevreden over. En hiervoor heb ik betaald... Oh, maar 89 cent. 90 cent voor 5 van die washi tapejes. Dus... helemaal top. Heel erg blij mee. Heb ik ook nog een nieuw blokje met memoblaadjes gekocht. Ik was eigenlijk op zoek naar deze vierkanten, maar dan helemaal in geel. Want geel is toch maar wel mijn favoriet. Ik weet niet of jullie dat ook hebben met memoblaadjes. Dat geel je favoriet is. Of heb je misschien een andere favoriet. En blauw gebruik ik bijvoorbeeld echt het minst graag. Ik weet niet zo goed waarom niet. Misschien omdat die kleur te donker is of zoiets. Maar goed, ik vond deze vierkanten wel heel erg chill. Want je hebt ook de rechthoekige als je zeg maar alleen de gele wilt. 1 euro voor dit hele stapeltje. Oh, ik heb hier trouwens ook nog een zwarte paper gevonden. Die had ik ook nodig. Dus het was een hele geslaagde action trip trouwens. Want ik heb alles gevonden wat ik nodig had. Ziet er ook wel heel erg leuk uit, die verpakking. Moet je kijken. Dus leuk voor op het aanrecht. Zwarte peper, 40 gram. Dit kost 95 cent. Dus. Nou, Barry komt er ook gezellig bij kijken. Ga ik door naar interieur. Want daar heb ik ook nog 2 items van gevonden. Waaronder deze. Dit wordt neergezet als een tea light holder. En ik vond deze heel erg mooi. Omdat jullie misschien wel weten van mij dat ik dol ben op rotan, bamboe, riet, bruine dingen, bruine accentjes. Ik hou daar heel erg van. Dus dit past echt perfect in mijn interieur. Zoals je ook wel aan de spiegeltjes kan zien. Ik dacht je kan hier ook gewoon een vaas van maken voor bloemen. Je kan hier een plantje in potten. Ik had nog een ander idee wat ik hiermee kon doen. Ik ben het heel veel kwijt. Want ik dacht dat ik nog een ander idee had wat ik met dit potje kon doen. Maar in ieder geval, je kan dus ook mooi een theelichtje in kwijt. En dan gaat hij denk ik heel mooi effect geven zo tussen het rood dan door. Deze was ook best wel betaalbaar volgens mij. Maar ja, 1,99 euro voor deze. Hij is gewoon van glas met dit riet eromheen. Dus ik vond deze wel echt heel erg mooi. En als allerlaatste heb ik de allerlaatste mand gevonden. Nou, misschien was dat die bij ons gewoon heel snel uitverkocht. En ik vond deze echt gewoon heel erg leuk. Ik zal eventjes het plasticje eraf halen. Kijk deze super... Oh, kijk deze super leuke mand. Hij was er in 3 verschillende maatjes. Waarvan ik zag dat dit de middelste maat was. En ik moet zeggen, ik had hem ook wel een tikkeltje groter willen hebben. Want het was ook wel heel erg fijn geweest. Maar deze vind ik ook echt heel erg mooi. Kan ik allemaal ditjes en dasjes in kwijt. Of ik kan er een plant in zetten. Dat lijkt me ook wel heel erg leuk staan. Dus hier ben ik ook super blij mee. Deze was... volgens mij mijn duurste aankoop van vandaag. Namelijk 5,95 euro. Dus niet duur voor deze mand. Nou jongens, ik heb weer best wel wat aan elkaar gekletst. Ik hoop dat je het leuk vond om weer een Action Shop vlog op ons kanaal te zien. En te zien wat ik de afgelopen tijd heb geshopt. Ik ben er
heel erg blij mee. Het was echt een super geslaagde trip. En dat is altijd gewoon heel erg satisfying. Dus ja, vergeet zeker niet om een duimpje omhoog achter te laten. En laat even wat gezelligs achter in de comments. Ik ben heel erg benieuwd wanneer jij voor het laatst naar de Action bent geweest. Wat jouw favoriete item van de Action misschien wel ook is. En dan zie ik je heel snel weer terug in de volgende video. Doei doei!